Het leven van een huisvrouw van nu is als een droom. Mijn moeder deed de was nog met de hand. Ik heb een wasmachine. Mijn moeder kon geen eten bewaren, alleen een wekpot. Ik heb een koelkast. Mijn moeder moest op de knieën met stoffer en blik. Ik heb een stofzuiger. Mijn moeder zat 's avonds de mens erger genieten. Ik heb kleurentelevisie. Mijn moeder had 12 kinderen en geen moment vrij. Ik heb er maar eentje en ik wil er ook niet meer. Ik heb de pil. Ik heb een bankstel, een broodrooster, een koffiezetapparaat, een transistorradio om mee te nemen. Handig, hè? Ik ben thuis. Maar het mooiste van huisvrouw in de jaren 60 zijn is dat je ermee kan kappen. Als je geen zin meer hebt in de taken van het huishouden, dan neem je gewoon een baan buiten de deur. Nou, dat mocht mijn moeder echt niet. Fijn dat je er bent, schat. Dan kan ik naar mijn werk. Met de auto. Ook nieuw. Oh, en vergeet je de baby's een flesje niet te geven. Doedeloe. Maar, Jannie. Ik wil ook een baan. Ja, doe maar. Dan blijf ik lekker thuis. Moet je wel koken. Oh, nou laat me zitten dan.